20 direct. Danny Malapani, Sandy Direct, Inamu, Billy Cross, Pro Music, Team Rockstars IT, CSU, Mossport Tempo, Sports Medicine Center, JPC, On That Ass, Gap, Pro, Macro, and Jackson Casino and Sports. Het is dinsdag 10 januari 2023. Vraag van de jongens en meisjes van Elbe. Goedenavond! En welkom bij Maas voor de Bos. Bij de FIFA Europe Cup wedstrijd tussen Heroes en Bos. En de eerste Kalef Teramo uit Estland. Onze eerste wedstrijd van het kalenderjaar 2023. En daarom mag ik u allereerst namens Heroes en Bos een heel gelukkig sportief, maar bovenal gezond 2023 toewensen. Een minuutje eerder, dat heeft er alles mee te maken dat er wel nog iets staat te gebeuren vlak voor de wedstrijd, de spelerspresentaties. Ik ga onze gast uit Estland aan u voorstellen, deze Kalef Teramo. Uw applaus voor de nummer 1, Henry Ronaldo Reed-Chapman. De nummer 2, Tati Goedekatan. De 3, Altenik Ronald Gilbert. De 5, Wesley David van Beck. 9, Arthur Coronsen. 10, Hugo Toon. 14, Sigmas Rijmo. 22, Martin Jorbeck. Martins Meijers, Christian Kitsing en nummer 5 is Alexander Kofliar. Coach aan de kant van KLF is Heiko Ranula en krijgt assistentie van Inerik Rijnbok. The only way to find out how good you can really be is to be willing to give everything you have in an attempt to win. That's why winning is important. It's the path to finding your best. You have to work hard in the dark to shine in the light. De 17-voudig landskampioen van Nederland, Heroes en Bos. Dames en heren, een applaus voor onze nummer 6, Werner Skos. De nummer 10, Tijme Heldwijk. De nummer 14, Thomas Thomas. Austin Price. Starting five, here was the boss in the lane, Dante Thomas. There will be Ennis Knack. And number 11, Kobe Webster. 25, Kiss Ibu Endo. En 33, Jitto Kok. Coach aan de kant van Heroes en Bos in Praal. Assistentcoach Mike Krakers. Strength and conditioning Rick van Baas. Team managers Sebastian Obiari. En Freddy West. En scherpsrechters van vanavond. Darius Zabolski. Alexandre Daman. En Vinas. Jetrik Vinas. En dames en heren, helaas gefeliciteerd afwezig aan de kant van Heroes en Bos. Maar we gaan zo. En dan ga ik de microfoon overhandigen aan Bob van Oosterhout. En daarbij zullen ook Kevin en Maurice Korver aansluiten. Dames en heren,
Een basketbalclub is een heel bijzonder fenomeen. Want wij met elkaar, de fans, supporters, die mooie groep sponsors, vrijwilligers, het team, de coaches, de staf. Wij maken met elkaar het DNA van een club. En dat DNA van deze club heeft een flinke tik gehad afgelopen week. Want we weten allemaal dat Jan Korver niet meer onder ons is. En dat heeft bij Kevin, Maurice, maar ook bij onze club, bij ons allemaal, voor heel veel verslagenheid. En verdriet gezorgd. Jan was een prachtig mens. Een clubman in hart en nieren. Onvoorwaardelijk voor deze club bezig. En altijd met een hart van goud, met een brede lach. En met een gulle hand voor alles en iedereen. Wij gaan morgen hier in de Maaspoort, zoals wij, Heroes Den Bosch, dat kunnen, op een geweldige manier afscheid nemen van Jan Korver. Maar wij gaan Jan Korver natuurlijk never, nooit vergeten. Wij gaan nog allemaal dingen doen die maken dat wij Jan Korver, dat prachtig mens, nooit gaan vergeten. En daarom zou ik willen afsluiten eigenlijk met een boodschap voor jullie allemaal. Laten wij met elkaar proberen allemaal een stukje Jan Korver in ons hart mee te nemen, want dan wordt de wereld een heel stuk mooier van. Dank je wel. Beste Bob, bedankt voor deze mooie woorden. Bob, jij hebt de club leven ingebracht. Papa was echt trots op jou. Ik wil namens Jan en de familie de ketting van de burgemeester van de Maaspoort overhandigen. En dat het een heel mooi plaatsje gaat krijgen. Vriendelijk bedankt. Super bedankt. Iemand staat daar, Claudia, die heeft een interview met Jan gehad. En Jan had een hekel aan stiltes. En genoot van het geluid dat alleen de Maaspoort in Nederland kan maken. En daarom, speciaal voor Jan, geen moment van stilte, maar dames en heren, een moment van applaus. Dank u wel. Kevin, Maurice en Yvonne, namens Heroes Den Bosch, en ze willen jullie uiteraard heel veel sterkte toe en kracht om dit verlies te geven. Thank you.
De top stelt dan richting de grote 8 uur, maar dat is het inmiddels geweest. Een speciaal woord voor welkom vanavond hier in de laatste ook aan Jos Wolfs. Hij was de coach van de America Today, in elkaar 95-69 en Ingo Wolfs in 36-97, de twee kampioensjaren die wij hier in de Maaspoort mochten beleven. Hele goedenavond en welkom Jos hier weer. En ook voor jou, jouw Maaspoort, Den Bosch. Starting 5 van beide kanten aan de kant van KLF Carabo, de nummer 5. Westie, David van Beck, nummer 9, 8 uur, Kanonsoek, 10, Hugo Otto, de nummer 30, Martins Meijers, en de nummer 50, Alexander. Kovria, en dan van Jongens de Bos, Tom de Thomas, en met haar, Kobe Baxter, Tristie Doe, en nou, en Ito Kok. Come on!
Zal een fout gaan naar Dr. Thomas. Scoren nu wat over. Hij gaat over de box.
is aan de kant van Heroes de Bosse, komt naar de kant. Jette Kopp, zijn vervanger Thomas Wallemars.
De vrienden Bosse hier in Texas.
Dus we gaan de kant van Jozef Bos naar de kant Thomas Hollemans. En kijk naar Hofstra. Naar de terug, dit is op. En tot de dans. Thank you.
Rebound Dustin Thomas.
Thank you.
die David van Beck. En dan wordt het vervangen door Alexander Popliar. En ook een doel met de nummer 14, dat is Mas Aimo. En vervangen David van Tammer.
Thank you.
van de Pogia. Thank you.
Zo'n hart gaat naar Jitto Kokker. Thank you.
En dan wordt vervangen door Thomas van der Mas. We hebben een speciale applaus voor Chris Simon Heidau. En dan terug, Austin Parks.
Thank you.
in the set and I want to come so Martin Dobbin. Thank you.
De mensen die gekregen, deze was voor Jan. Did you miss say more? This was for Jan. Tobias is hier voor 5-6 maanden en het voelt nu al als thuis voor hem. En dat mede door Jan Korver. Dames en heren, fijne avond. Tot ziens.